zijn we geland. Nee, als je heel lang geheim heb gehouden, want ik wilde niet vertellen waar ik naartoe ging. Maar we zijn er eindelijk. Het was een vlucht van 12 uur. We gaan even boodschappen doen. En dan gaan we vanmiddag naar het strand. Vanmiddag. We waren vanochtend om 7 uur wakker, hè? Bijna iedereen was om 7 uur wakker, hè? Precies wat je zei. Ja. We gaan het meemaken, jongens. We zijn nu 2,5 week. Kaylee is hier de foto's aan het maken. Wat een cutie is het ook. Kaylee, hoe ben je zo schattig dan? Dit is trouwens het uitzicht. Ik ga straks even een goede roomtour geven, maar we gaan straks boodschappen doen, dus doe ik het zo meteen even op mijn gemakje. We hebben een grote balkon. Kaylee hier zo met banken, dus dan kun je gewoon lekker muziek luisteren. Lekker wakker worden. Ik zie daar een mooi uitzicht, een soort van heerlijk. Geluncht eigenlijk, of nee, eigenlijk al gewoon ontbeten. En ik heb een lekkere oude limoentje. Water met limoen. En ik ook. En jij hebt die van je moeder gestolen. Lief. Het is heel heet. Het is een beetje aan het miseren. We gaan nu wel echt boodschappen doen. We waren de rest tegengekomen, dus toen zijn we samen gaan ontbijten. Nee, die deur is niet goed dicht. En nu gaan we boodschappen doen en we gaan ook naar de toko voor haar spullen. Hey guys, we zitten in de supermarkten. Hey. We gaan even boodschappen doen. Waarom zijn die dingen leeg? Hey, ja, ik weet niet. Hey. Die moet dansen. Oh, je bent aan het rijden! Good morning! Het is Pasen, bon Pasku! Het is bijna Pasen, het is 8:30. We gaan naar de winkel. Een beetje boodschappetjes nog doen. Boodschappetjes. En het heeft geregend vandaag, jongens. En we wilden naar het strand. Maar als het zo vies weer blijft, dan gaan we precies nergens. Ja, joh, wat kunnen we dan doen eigenlijk? Wat dan? Als we niet naar het strand gaan? Ja. Sowieso ergens eten. Misschien. Ah, bijna niks. Alles is buiten. Ja, of we gaan gewoon met elkaar chillen. We zijn met één grote groep. Onze schoonmoeder, we hebben gewoon dezelfde. Oh nee, jawel. We hebben dezelfde schoonmoeder. Onze schoonmoeder, onze. We gaan met de bradders. En zo. En schoonzusje en broertje. Schoonvader zijn aangekomen gisteren. Dus. Oh my god, wat? Huh? Hier wat omheen. Daar ga ik vastzitten. Nee joh. Het is toch niet zeker? Diep? Hé, hey, als we vast gaan zitten. Maar het is toch niet diep? Zie je? Het ziet er zo diep uit. Oh my god. Bonaire, hallo, hier kom ik niet voor, hè? Echt, hè? Hey guys, het is later. We hadden trouwens ham en eggs gegeten. Ik heb het lang gewacht ook en we hadden echt honger. Alle supermarkten waren dicht, want het is paas vandaag. We hebben gewoon een broodje alleen gegeten. Ik heb me net klaargemaakt en ik wilde mijn outfit laten zien. Ook even kijken waar ik jullie kan neerzetten. Dit pakje komt van AliExpress. Anyways, we hebben ons net klaargemaakt. Jornik is nog aan de douche volgens mij. We gaan naar een strand toe. Foto's maken. Ik heb eigenlijk nu alweer honger. Dus ik wil eigenlijk ook wat eten. Hopelijk is er wat open. En Jelani! Kom je outfit laten zien! Kom! Mooi!
En Kaylee. En Shanice. Okay dan, Island Girl. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet goed zien, maar er zijn flamingo's daar. Hier en hier. How cute! We're on the beach! En Melanie is hier foto's aan het maken. Pretty ass, cute ass. Ja, zeg hey! Kijk, we zijn dit aan het lekker aan het drinken. Yoshino, Akioma, de echte vlogger. Hoi iedereen. Jor. Jori. Ik ben bij mijn opa. Opa, zwaaien. Opa, je moet zwaaien. Je moet zwaaien. Ja, no. Je zegt drie keer dat je zwaait niet. Ik ben even bij mijn opa op bezoek. Ja. Ik heb niet veel te zeggen. Julie zou voor mij, mijn oom zou voor mij ontbijt regelen, maar hij houdt zich niet aan zijn woord. Ik heb honger hoor. Het is al 11:30. En ik heb een puist op mijn lip, jongens, het doet heel veel pijn. Ik ben bij mijn ooms huis in de Kunuku. Jongens, het is heet. Ik heb mijn babyhartjes gezet. Oh, ze zijn er nog wel, maar ze zijn een beetje aan het smelten. Dus ja. Maar I'm having fun. Gisteren trouwens zijn we uitgegaan. Was echt kapot leuk. Ik heb volgens mij wel wat gefilmd. Maar ik heb niet mijn camera meegenomen. Want anders moest ik zoveel showen. Maar het was echt kapot leuk. Het was echt gezellig. Het was echt zo een vibe. Dus ik ben ook een beetje brak. Nee. Volgens mij 5 uur waren we thuis of zo. En ik heb een drinken gestolen van mijn oom. Shanice jarig, zijn vrouw, en nu is Jure jarig. Ja, vele jaren van mezelf. God bless. En familie om me heen. Aha, oké. Okay. Kian, Kian, Kian. Ja. Oh, ik ben je net vroeg. We gaan de auto wassen, want dit is geen gezicht meer. Door de regen kwam dat allemaal. En de binnenkant van de auto is ook echt een zooi. Dus we gaan het even fixen. En daarna weet ik niet wat we gaan doen. Ik heb mijn puist proberen uit te krijgen, maar het is zoveel pijn. En het is niet eens helemaal kapot. Of leeg. Na na na.